Welkom, we gaan kijken naar afvalgas naar brandstof, VWO-examen 2018, tijdvak 2. Het bedrijf Landstartech, zo lezen we in het vraagstuk, heeft een proces ontwikkeld waarbij uit afvalgassen met behulp van micro-organismen ethanol kan worden geproduceerd. En de eerste vraag is hier, vrij standaard vraag, bereken de reactiewarmte van deze reactie per mol ethanol. Oké, dat gaan we doen. Hier staat die vergelijking maar nu met kleurtjes. Je zoekt de vormingswarmtes op in je binas. Dat zijn deze. En dan ga je rekenen met de formule bijvoorbeeld. Sigma rechts, wat staat daar aan de rechterkant van de pijl? Dat is ethanol en 4 keer CO2. Dus je neemt 1 keer de vormingswarmte van ethanol en 4 keer die van CO2. Tel je bij elkaar op. Minus sigma links. En links van de pijl staat 6 keer koolmonoxide. 6 keer koolmonoxide haal je gewoon uit je binas. En 3 keer H2O liquid, daar staat die. Dan, sigma rechts, min sigma links. Je krijgt dus 2 keer de min. Min min wordt min 3,31. En dat betekent dat de reactiewarmte min 3,31 keer 10 tot de 5e joule per mol ethanol bedraagt. Iets afwijkende waarde van binas, maar dat hangt weer samen met dat nieuwe boekje Science Data. Toegegeven, dit is niet de eenvoudigste vraag van het examen. Maar we slaan ons er doorheen. Zit hem hier in het woordje megajoule. Laten we even kijken. Er vindt een proces plaats en in de bioreactor wordt uiteindelijk alle koolmonoxide en CO2 omgezet tot ethanol en andere alcoholen. Opbrengst aan ethanol wordt in het proces uitgedrukt in megajoule. En daar draait het in dit vraagstuk om. En dat is de hoeveelheid energie die vrijkomt als de geproduceerde ethanol zou worden verbrand. De CO2-opname door die organismen is 81,5 gram CO2 per megajoule. En de uitstoot is 51 gram CO2 per megajoule. Hoe zit het nou met die megajoule? Laten we eens kijken naar de vraag. Bereken de netto CO2-uitstoot uitgedrukt in gram CO2 per megajoule geproduceerde energie wanneer het uiteindelijk het ethanol wordt verbrand. De energie die vrijkomt bij de verbranding van ethanol bedraagt 2,15 keer 10 tot de 10e joule per kubieke meter. Ah, daar hebben we wat aan. Moeten we het uitdrukken per megajoule geproduceerde energie? En we zien hier staan 2,15 keer 10 tot de 10e joule per kubieke meter. Dus hoeveel kubieke meter ethanol komt er nou overeen met een megajoule? Want hier wordt dus gewoon ethanol verbrand. We moeten het uitdrukken per megajoule geproduceerd energie, wanneer die ethanol uiteindelijk wordt verbrand. Dus met hoeveel kubieke meter ethanol komt nu die megajoule overeen? Dan kun je een verhoudingstabel maken. 2,15 keer 10 tot de 10e joule komt overeen met een kubieke meter methanol, ethanol. Hierom een megajoule, dus per 10 tot de 6e joule. Om hoeveel kubieke meter ethanol heb ik het dan? 4,65 keer 10 tot de 5e kubieke meter. Aha. Nou, wat weet ik nu? Ik weet van het proces dat ik nu ga kijken per 4,65 keer 10 tot de min 5e kubieke meter ethanol, want dat komt overeen per megajoule geproduceerd energie. En daarvoor gebruiken die bacteriën 81, of het hele proces, 81,5 gram CO2 per megajoule, dus per deze hoeveelheid, en wordt er 51 gram uitgestoten. Ja, en als dit wordt verbrand, als het uiteindelijk wordt verbrand, dan komt daar natuurlijk ook CO2 vrij. Hoeveel? Nou, dat kunnen we gewoon uitrekenen. Want we kennen het volume van het ethanol, de dichtheid, die kun je halen uit je binas. Dus de massa van deze hoeveelheid ethanol is 37,2 gram. Aha. Dus hoeveel CO2 komt hier vrij? Als ik ethanol verbrand en ik verbrand 37,2 gram, dan verbrand ik dus 0,8 mol ethanol. Dan krijg ik dus twee keer zoveel aan mol CO2. Dat is 1,6 mol en dat heeft een massa van 71,09 gram CO2.
Door dit ethanol te verbranden komt er dus 71,09 gram CO2 vrij. En dat betekent dat er dus een netto CO2 uitstoot is van 41 gram. Dit gaat erin, dat gaat eruit, dus netto 41 gram. Dan wordt er in de tekst aangegeven dat er behalve ethanol ook nog andere alcoholen ontstaan. Dat noemen we het zogenaamde koolstof 4 alcoholen, dus alcoholen met 4 koolstofatomen. Prima, die kunnen ze allemaal nog gaan gebruiken. Dan vindt er zo'n blokschema wordt er gepresenteerd. En dan met de opmerking dat in reactor 1, dat is dus daar, de alcoholen met 4 koolstofatomen onvolledig worden omgezet tot alkenen met 4 koolstofatomen. En dat zijn dan de alkenen methylpropeen, but-1-1 en but-2-1. En daarbij ontstaat ook water. En een van die reacties wordt gevraagd bij vraag 22. Goed, we gaan tekenen. 2-methylpropaan-1-ol. Die gaan we hier neerzetten. Propaan, 3 koolstofatomen op een rij. En dan hangt er een plek 2 een methylgroep en op plek 1 een OH-groep. Nou, dan nemen we hier de methylgroep. En hier de OH-groep aan het eerste koolstofatoom. Je had hem ook daar kunnen tekenen hoor. En even afmaken met haakjes. Zo, niet vergeten. Dat wordt omgezet tot methylpropeen. Nou, dat is nu wel duidelijk. 3 C'tjes propeen en een methylgroep. En water. Dat was ook gegeven in de tekst dat er water vrijkomt. En dat moet ook wel, want anders is je vergelijking niet kloppend. Dus dit is hem. Vraag 23. Een hoop werk voor weinig punten. Nou, we gaan het toch maar even doen. In S1 vindt een scheiding plaats van deze componenten. Wordt gescheiden in de alkenen en in water en de alcoholen aan de andere kant. Die scheiding vindt plaats op grond van verschil in kookpunt. Hier zijn deze stoffen allemaal nog gasvormig. De zaak wordt dus afgekoeld en een component of een aantal van die componenten zal gaan condenseren. Dat zullen deze zijn, dat zullen we straks ook zien. En de alkenen zullen nog gasvormig blijven. En de vraag is, welk temperatuursgebied kan ik nu hier in S1 aanbrengen om dat te bewerkstelligen? Om de alcoholen die het gaat, haal ik uit de tekst, dat zijn deze. En de alkenen waar het om draait, dat zijn deze. En er is ook nog dus water aanwezig. We gaan eens even die kookpunten op een rijtje zetten. Doe het even zo. We gaan dus de alkenen scheiden van water met de alcoholen. De alkenen heb ik allemaal even rood aangegeven met hun kookpunten. De alcoholen blauw en water ook. Hier zijn ze allemaal gasvormig. En als ze gasvormig zijn, dan liggen ze dus allemaal boven hun kookpunt. Je gaat hier afkoelen, dus de temperatuur gaat hier naar beneden en dan wordt het vloeibaar. Nou, je ziet hier staan de hoogste kookpunten, dus deze zullen het eerste vloeibaar worden. Nou, wanneer worden ze hier vloeibaar? Ze beginnen hier vloeibaar te worden vanaf 391 Kelvin. En dan wordt butaan 1-ol al vloeibaar. En dat gaat zo door tot hier deze 356 Kelvin. Die zitten mooi hier nog tussen. Dus dat betekent dat de ene grens ligt bij 356 Kelvin. Want dan zijn alle alcoholen in ieder geval vloeibaar. Nou, butaan en methylpropeen die koken bij 267 en van but-2-1 heb ik zelfs nog een cis-trans variant. Nou, deze moeten allemaal gasvormig blijven. Dus de temperatuur moet boven het kookpunt blijven. Dat betekent dat het hoogste kookpunt is hier 277 Kelvin. Dat ik ervoor moet zorgen dat de alkenen dus allemaal nog gasvormig blijven. Dus ik moet zitten met een temperatuur boven de 277 Kelvin, want dan weet ik dat al deze alkenen in ieder geval gasvormig zijn. Dus dit worden mijn grenzen. De koolstof 4 alkenen worden hier in reactor 2 omgezet tot alkenen met 8, 12 of 16 koolstofatomen. Hier ontstaat een mengsel van alkenen en die gaat men hier scheiden. Die scheiding kan eenvoudig plaatsvinden omdat bij de gebruikte omstandigheden in deze ruimte steeds één fractie vloeibaar is en de andere fractie is gasvormig.
Leg uit welke fractie vloeibaar is en welke gasvormig. Is het die of die? Is die nou gasvormig? Nou, je ziet hier groot molecuul, hè? 12 koolstofatomen, 16 koolstofatomen, dus groter van de Waalsbinding, dus een hoger kookpunt dan kleintjes. Dus deze zal nog vloeibaar zijn en die gasvormig. In R3 reageren de gevormde alkenen van de vorige vraag onvolledig met een overmaat aan waterstof tot alkanen. In S3 wordt de overmaat aan waterstof gescheiden van de rest en van het mengsel en teruggevoerd naar R3. Gaat die zo. Een deel van het mengsel afkomstig uit R3 wordt opgeslagen als product en het overgebleven deel wordt weer teruggevoerd naar R3. Deze recirculatie zorgt voor een hoger rendement van R3. Geef aan waarom door recirculatie het rendement hier groter wordt. Nou, als hier deze deeltjes, die alkenen, langer verblijven in deze reactor met het waterstof, dan is natuurlijk de trefkans op een botsing groter en krijg je dus een hogere omzet. Weer best een gemeen vraagje. In R2 wordt per minuut 1,4 keer 10 tot de derde mol C4H8 omgezet tot evenveel mol C12 als C16 alkenen. En het product dat uiteindelijk wordt opgeslagen is 98% van de C12 en C16 alkenen omgezet tot alkanen. Bereken hoeveel mol H2 er per minuut moet worden ingevoerd in R3. Oké, moet even goed in de gaten hebben dat het C4H8 wordt gebruikt om C12 en C16 alkenen te maken. Dus dit. En dat van C12 en C16 evenveel ontstaat. Dus de molverhouding tussen deze twee is 1 op 1. Wat betekent dat voor de hoeveelheid C4H8? Nou, het ging om additiereacties. Er werden dus moleculen aan elkaar gekoppeld. Hier staan 4 koolstofatomen, daar 12. Dus je hebt 3 keer een C4H8 eenheid nodig om C12 te maken. Om C16 te maken heb je dus 4 van deze eenheden nodig. 4 keer 4 is 16. Dus totaal 7. Je hebt dus totaal 7 mol C4H8 nodig om 1 mol C12 alkenen te maken en 1 mol C16. Aha. Laten we eens kijken. Ik heb 1,4 keer 10 tot de derde mol C4H8. Dat wordt dus omgezet tot 1 zevende keer 1,4 keer 10 tot de derde is 2 keer 10 tot de tweede mol van die C12 alkenen. En daarvoor is dus net zoveel mol waterstof nodig. Hè? Want bij een additiereactie waarbij een alkeen wordt omgezet tot een alkaan, klapt er een dubbele binding open. Het is een alkeen, geen alkadieen of alkatrieen. Er zit maar één dubbele binding in die keten per molecuul. Dus dan heb ik ook maar één molecuul H2 nodig per molecuul. Ofwel die molverhouding is 1 op 1. Gaat ook voor die C16 alkenen. Daar heb ik dan ook 2 keer 10 tot de tweede mol waterstof nodig. Dus totaal 4 keer 10 tot de tweede, die plus die 4 keer 10 tot de tweede mol H2. Maar 98% wordt omgezet. Dus ik heb ook 98% van deze hoeveelheid waterstof nodig. En dat is 3,9 keer 10 tot de tweede mol. En dan ben ik er. En dan zijn we aan het einde van het examen. Oké, bedankt.